Ondertussen is het maandag en het laatste bezoek. Het aardappelen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in krieltjes. De Little Potato Company in Canada en Amerika. Dus het gaat hier om hoogtal, fijne aardappels. Beetje rond en vast in de kook. Dus ze hebben hier allemaal proefvelden op verschillende locaties. En ik mocht hier komen omdat ik geholpen heb met opzoeken. Maar ik kan wel zeggen, met de hand is dat een heel karwei. Zoveel tal. Hi, my name is Joel Vanderskaff. I'm the owner-manager of Tuberosum Technologies. We're a potato breeding company based in Canada. We have a breeding program here in the Netherlands as well. And we are responsible for the breeding and variety sourcing for the Little Potato Company. And yeah, we've got a large market for the krieltjes in North America. And yeah, we're excited about the way the industry is going in this market. It seems to be growing quite rapidly, and yeah, the progress has been amazing. So yeah, we're excited to be a part of it. Het liefste 18 tot 38 mm doorsneden. De derde herhaling die staat op de Jacob Koeling. Jacob Heijden. Ja, ja. En dit is die gaan we gebruiken voor potgoed, eventueel. Dat kleine zwarte kistje is Zweden. Het eerste grote zwarte kist is na 87 dagen. En die andere is na 105 dagen hoofddood. Die hebben jullie opgeraden. Oké. Maar het kan nog gekker. Kijk eens wat hier ligt. Lijkt me wel moeilijk om die te rooien. Of je moet heel veel vorst hebben in de winter voor de vliesknollen. Kijk ook maar eens op hun YouTube kanaal voor allemaal lekkere recepten. En verdere informatie van het bedrijf. AKV Proefveld. We zijn weer bezig. Nieuwe vrijwilliger. Pieter, wat wil je ervan zeggen? Ik zeg er niet veel van. Ik vind het hartstikke fijn. Dat je dat samen doet. Hè. Samen doe je niet alleen. Hè. Zo is dat. Merkel zou zeggen, we schaffen das. Ja. En dan gaan we onder water wegen. We pakken ongeveer 5 kilogram. Dan ben je dus eerst boven water. En dan onder water. Knopje indrukken. En dan met enig geduld. Veel nummers van het jaar, eind lopen. Ook even zo. Oké. Dan moet er even bij komen. Want het ding dat loopt ook. Misschien kom je er wel op. Ik weet niet of je in beeld zit. Oh, je bent een video aan het maken. Dat is die kant op. Ja, dat is niet.
is vrij breed. Ja, voor iets een groot hoek mens. Iets inschikken. Het is weer gelukkig. Het is weer dat kan mooier, ja. Zesje? Ja. Warm rond. Ja, rond of rond of vaal. Vleeskleur 6, denk ik. 6. 18, hè, is het, ja. Ja. Vleeskleur 6. Grofheid? Grofheid 6. 6. Sortering? Ook een 6, want er zit nogal wat klein spul in. En aan de ogendiepte? Ook een 6. Oogdiepte. Oh, dat... 7. Maar gemeen nog een 7, ja. En hij was hier rond of rond of ovaal? Ovaal. Ovaal. En de indruk? De regelmaat van de vorm, moet ik eerst zeggen. Dat is wel goed, zo'n 7. Ja. Ik vind de hele bak een 6. Ik vind die mooi. We hebben 3 kwekersverenigingen. En die bestaan allemaal 70 jaar dit jaar. En dat is jubileum. We hebben 10 oude rassen gepoot en 10 nieuwe rassen gepoot. Moet eens kijken of we nog wat vorderingen gemaakt hebben in die jaren. Nou, hier liggen eerst 10 oude rassen. Opbrengsten en vormen die vallen nog niet helemaal mee. En dan hier vandaan hebben we 10 nieuwere rassen. Dus er is toch nog wel wat gepresteerd met kweken. Dat zie je wel. Betere vormen, veel hogere opbrengsten. En natuurlijk kwaliteit. Heel veel aardappelen met frietkwaliteit. Of beter in de kook. Zaterdagmorgen, kwekersdag voor de kwekersvereniging midden Nederland. Mooi wat belangstelling. Hier liggen er ook een aantal voor de krielmarkt. Een biologisch proefveld, hetzelfde aantal planten. Opbrengst die valt hier niet mee. Er start in januari weer een nieuwe cursus aardappelveredeling, rasintroductie en teelt. Een leuke cursus die vanaf nu op verschillende locaties gegeven wordt. Zeker een aanrader. Bedankt voor het kijken.